Vragen en antwoorden, dat is wat we doen in Goeie Vraag. Jij stelt onze vragen en vervolgens gaat de hele redactie die vraag beantwoorden. En deze week komt de vraag van niemand minder dan Boze Bever. Allereerst fantastische naam en ten tweede een hele goede vraag. Want waar gaan we het namelijk over hebben? We gaan het hebben over de games die we een jaartje in de ijskast zouden willen zetten. Dus welke jaarlijkse releases zouden wij zeggen, oh, hold it, even dimmen. En later terugkomen om dan sterker terug te komen. Denk bijvoorbeeld aan wat Assassin's Creed in de afgelopen jaren heeft gedaan. We gaan het behandelen. Welke jaarlijkse releases zouden wij in de ijskast zetten? Hier zijn ze. Ik ben een beetje in een zoektocht met mezelf de laatste tijd. Ik ben aan het nadenken waarom ik Call of Duty 1 en 2 zo goed vond. Dat vond ik echt zulke goede games. En nu is onlangs Call of Duty World War 2 uitgekomen. Toen had ik echt heel erg de hoop dat we weer datzelfde kregen. Maar op een of andere manier is het dat toch niet geworden. En ik begin haast te vermoeden dat het komt door de schaal van die eerste games. Natuurlijk zijn de games nu spectaculairder, meer explosies, meer, I don't know, gewoon een soort Hollywood film, Michael Bay-achtig. Maar op een of andere manier waren de omgevingen van de eerste Call of Duty games zoveel groter en epischer. En het was ook veel meer story-driven, weet je, jij werd alleen behind enemy lines gedropt en dan ging je verder lopen en dan zag je daar in de verte al die andere gasten droppen vanuit uit de vliegtuigen. Waarom gaan ze met COD niet zoeken naar dat oude gevoel? Dat ze gewoon een paar jaar gewoon zeggen, oké, we stoppen er eventjes mee. We gaan kijken naar wat maakte Call of Duty vroeger nou zo ontzettend vet. Want nu komt er een Black Ops 4 en we hebben natuurlijk al Modern Warfare 3. Weet je, we zijn al heel ver aan het tellen. Misschien is het tijd voor een reset. Dan niet een reset aan de Call of Duty World War 2, maar echt kijken naar de kern. Wat is wat Call of Duty goed maakt, ook in singleplayer. Wat een ontzettend leuke vraag. Toevallig hebben we hem ook laatst behandeld in de podcast. En toen was ik er ook een beetje over na aan denken van welke game zou ik even terug willen zetten. Het is voor mij niet echt een game. Het is voor mij meer een ontwikkelaar zelf. Omdat hij ontzettend veel releases heeft die allemaal zo ontiegelijk veel op elkaar lijken. Dat geen enkele eigenlijk meer echt nieuw voelt. En dan hebben we het natuurlijk over Telltale. De Telltale games zijn leuk. Het concept was, zeg maar, 5 jaar, 6 jaar geleden was het best wel innoverend. Het is verhalend, episodisch. Het heeft notabene het hele episodische gamegebeuren groot gemaakt. Telltale deed iets met emoties en een goed verhaal. Maar tegenwoordig, ze zitten nog steeds op dezelfde engine. En eigenlijk elke IP die ze binnenslepen, die gaat gewoon door, zeg maar, de Telltale molen. En dan komt er een soort van generieke game uit waar dan een sausje van Borderlands, Game of Thrones of whatever overheen zit. En ik heb zoiets zo van, ja, dan pomp je er wel lekker veel leuke games uit voor de fans. Maar inmiddels wordt het wel echt even tijd dat ze gewoon die engine vernieuwen. Of een keer even teruggaan en kijken van, oké, wat maken onze games nou uniek? En laten we die unieke saus dan op zijn minst in meer producten proberen te gooien. In plaats van gewoon telkens maar, oh, oké, Game of Thrones is binnen. Hup, gaat er doorheen. Guardians of the Galaxy, let's go. Minecraft, oké, hoppatee. En nog een paar seizoenen erachteraan. Na een tijdje voelt het gewoon niet meer echt uniek of origineel meer. Dus ik zou zeggen, Telltale, even een stapje terug, zet die hele engine in de koelkast, maak een nieuwe, verbrand hem af, doe er iets mee. Maar probeer in ieder geval weer even een keer te vernieuwen. Dus neem een jaartje vakantie. Oké, deze game komt niet elk jaar weer opnieuw uit, maar er zijn genoeg uitbreidingen die om de paar maanden weer verschijnen. En ik word heel blij van, don't get me wrong, maar op een gegeven moment is genoeg genoeg. Ik heb niet nog een gamepack nodig of nog een accessoirespakket. The Sims is voor mij elke keer weer een nieuwe uitbreiding met op vakantie gaan, het weer en huisdieren en al die andere dingen die daadwerkelijk iets toevoegen. Maar 10 verschillende nieuwe jurkjes? Leuk, niet nodig. Stap it. Even de koelkast in en dan dat uitkomt als een toffe taart. Goede uitbreiding zoals gewoon The Sims 4 klimaat. Jaarlijkse releases. Ja, het is natuurlijk een beetje een taboe en zeker van de laatste tijd zijn we er eigenlijk allemaal een beetje klaar mee. En ook zelfs de grote ontwikkelaars als Ubisoft hebben moeten toegeven, oké, onze Assassin's Creed serie gaan we gewoon een jaartje uitstellen in die zin. Of in ieder geval gaan we een jaartje pauze nemen, want jaarlijkse releases kan eigenlijk niet meer. De gamer, de markt is oververzadigd en iedereen gaat klagen, het lijkt te veel op elkaar, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Nou heb ik gekeken naar Assassin's Creed Origins en het is natuurlijk alweer een tijdje geleden dat die uitkwam. En nu zo op de long term heb ik zoiets van, eigenlijk vind ik dat een klein beetje bullshit. Ik vind het een beetje, oké, jaarlijkse releases kunnen niet, dus dan doen we maar 1 jaartje ertussen. En dan doen we een Watch Dogs ertussen en dan moet je wat langer wachten. En oh, Assassin's Creed Origins is heel anders en god, wat brengt het de serie naar een nieuw niveau. Dat is eigenlijk gewoon niet waar. Dat wilden we allemaal heel graag. En ik heb een beetje het gevoel dat we onszelf dat maar hebben aangeluld. Want ja, we hebben nou eenmaal 2 jaar moeten wachten. Dan moet het ook echt wat zijn. En begrijp me niet verkeerd, ik vind die game echt heel tof. Maar ik denk niet dat dat extra jaartje nou
zo ongelooflijk veel meer gedaan heeft. Het is gewoon überhaupt dat die serie toe was aan vernieuwing. Of er nou een jaar tussen zit of niet, ze moesten gewoon iets nieuws. Dus hebben ze gewoon elementen van The Witcher, eigenlijk heel veel elementen van The Witcher gepakt. En dat in een Assassin's Creed sausje gegooid. En dan neem ik het heel kort door de bocht, maar als je over nadenkt, is dat eigenlijk best wel waar. En dan heb ik dus het idee dat dat met heel veel series is. Dus de vraag is, ja, welke game mag even terug de koelkast in? En dan zeg ik Assassin's Creed en dan weet ik, hij komt niet jaarlijks uit. Maar 2 jaar is eigenlijk ook nog steeds weinig als je erover nadenkt. Het is een beetje het makkelijke, oké, we doen niet meer jaarlijks, dus doen we dan maar echt de eerstvolgende, dichtstbijzijnde optie is 2 jaar wachten. Dus ja, als je kijkt naar Red Dead Redemption 2 wat er nu aankomt, er zit gewoon 5 jaar tussen GTA 5 en die game. En de hype is real en nou is Rockstar natuurlijk sowieso een geweldige ontwikkelaar. En we hebben er allemaal weer zin in. En dan vind ik dat eigenlijk een veel gezondere tijd als je het hebt over lang wachten. Dan moet natuurlijk niet iedereen dat gaan doen, want dan zitten we sommige jaren gewoon zonder games. Maar ja, ik weet niet. Voor mij mag Assassin's Creed nog langer de koelkast in. En dat zou ik een paar jaar geleden echt niet gezegd hebben, omdat ik jaarlijkse releases echt gewoon prima vond. En ik vind het nog steeds prima, want ik vind Origins ook gewoon heel vet. Maar ik denk, als je echt een nieuwe, echt een vernieuwende, vette Assassin's Creed wil, dan moet je er gewoon echt heel veel jaar even tussenuit om gewoon even ook een setting neer te zetten en misschien zelfs wel gewoon een verhaal te maken voor een hele trilogie. Iets in die trant. Dus ja, voor mij apart is het nu geen jaarlijkse release meer, maar ik zeg Assassin's Creed even nog langer de koelkast in, misschien zelfs wel even de vriezer in. Daar heb je het. Daar zijn de uitgevers en de games waarvan wij zeggen van wow, even dimmen, rustig aan, doe een stapje terug en kom een jaar later nog eens terug. Heb je zelf nou ook een game waarvan je denkt van die moeten even ophouden met hun release schema? Laat het ons dan weten en vertel ons ook waarom is het natuurlijk wel zo leuk. Kunnen we met z'n allen lekker gaan discussiëren. En waar we natuurlijk ook over discussiëren is de vraag van volgende week. Heb je namelijk een leuke, prangende, creatieve kwestie die je aan ons kwijt wil, laat hem dan ook hieronder weten. En wie weet zitten wij volgende week in goede frek om jouw vraag te beantwoorden. Ik hoor het, we bespreken elkaar wel in de comments hieronder. Tot ziens. Doei. Doe je ding.